Escargot is de Franse naam voor Helix pomatia, oftewel wijngaardslak. Een lekkernij die in Nederland in toenemende mate gewaardeerd wordt. De heer Noes uit Beekbergen is nu zelfs een slakkenfarm begonnen. De slakken die worden gevoerd met alle mogelijke kruiden en onkruiden. Dat zijn dus brandnetels, zonnebloemen, klitten, paardenbloemen, groenteafval. Ik haal ze zelf uit Zuid-Duitsland. Die slakken brengen ongeveer 20.000 kilo vlees per hectare op. En dat is heel wat meer dan je kunt verwachten van kalveren of koeien op een hectare. Wijngaardslakken zijn tweeslachtige dieren die zich uiterlijk vooral kenmerken door de voelhorens. Op één paar bevinden zich ogen. Ze vormen een eiwitrijk voedsel dat in Nederland veelal in blik geïmporteerd wordt. In de exquise keuken worden ze vooral naar Frans recept bereid. Voor de niet-ingewijden komt hier de grote verrassing. De gekookte beestjes worden namelijk in de keuken teruggestopt in huisjes die daar in voorraad worden gehouden en vervolgens gestoofd in knoflookboter opgediend. Er is een vrij grote vraag naar slakken. Hier in Nederland wordt ongeveer 200 ton per jaar gebruikt op het ogenblik, terwijl de behoefte voortdurend stijgt. Ik geloof dan ook wel, als het kweken hier in Nederland één keer lukt, dat het een mooie bijverdienste kan zijn voor iemand die een stuk grond vrij heeft liggen. Meneer Noes heeft zo'n stuk grond waarop hij succesvol met slakken experimenteert. De slijmhuid beschermt de dieren tegen het scheermes. Maar deze zal de slakken niet beschermen tegen een onvrijwillig einde als conserve, als de farm in Beekbergen eenmaal floreert.